Zo, isoleren met Tonzon isolatiedekens. Hartstikke mooi. Hier zit vloerverwarming in, dus we moeten iets doen wat die warmtestraling blokkeert. Nou, dat kan Tonzon hartstikke goed. Daar hebben we ook andere filmpjes over gemaakt waarom het zo werkt. Komt door het reflecterende deel. En eigenlijk de manier waarop het Tonzon isolatiedeken eigenlijk uit wat voor element het is opgemaakt en hoe het is opgebouwd. Dus een stukje warmtereflectie, je hebt een stukje weerstand. En met alles bij elkaar heb je een hele lage lambda-waarde. En een lambda-waarde is eigenlijk de overdrachtscoëfficiënt, dus de warmteoverdrachtscoëfficiënt van een product. Dus hoe lang houdt het warmte binnenshuis of duurt het voordat de warmte door het hele product heen is. Raymond, ja? Moeten we dan ook nog vertellen dat Tonzon een enorm laag getal heeft qua lambda-waarde? Dus dat eigenlijk gewoon dat het een van de betere producten is om mee te isoleren? Ja, dus we hebben het beste isolatieproduct wat er is op de markt met het hoogste rendement. Dat weet ook iedereen. Ja, misschien ook wel. Misschien is het ook allemaal vergeefs. Het ter vergeefs wat we allemaal doen, hè? Iedereen weet het toch al? Ja, wij mij ook. Ja. Maar wat je vertelt, jouw informatie, neem ik wel graag van jou aan. Nou, goed om te horen, jongen. Dan ga ik hier weer verder. Deze mensen voorzien van een goed geïsoleerde vloer met Tonzon vloerisolatie.